De rust zit er weer in het huis. De stilte. Het is helemaal leeg. We hebben vandaag keihard gewerkt. Maar we hebben ook heel veel gedaan. We hebben de vloer eruit gehaald. We hebben de keuken eruit gehaald. De afbraak van de keuken is in volle gang. We hebben het muurtje bij de keuken weggehaald. Hier stond dus de keuken. Wat een pestwerk. Mariska is zowat de hele dag bezig geweest met het afstomen van het behang. Het klinkt ook helemaal leeg. We waren vandaag met 6 man. Mariska, Maurice, Joris, Vivianne, mijn vader en ikzelf. Wat we natuurlijk niet moeten vergeten is de aanbouw. Aan de aanbouw is ook al flink gewerkt. Langzaam wordt het muurtje echt afgebroken en blijft er weinig meer van over. Er wordt nu gekeken naar de fundering onder het muurtje, zodat hij die kan gebruiken om dan die metalen constructie in te maken waarover dan weer beton komt. We zijn er bijna, nog een heel klein stukje. I don't care. I love it. I don't care. Er moet natuurlijk ook gegeten worden. En wie heeft eten meegenomen? Ali heeft eten meegenomen, ja. Oh. Lekker. Kan ook niet anders dan dat het Turkse pizza is. Ja. De baas zegt dat we dieper moeten graven. Zo diep. Zo diep, ja. Haal er even 15 centimeter extra vanaf, zegt hij. Ik ben helemaal kapot. Mijn rug, jongen, tering. En bij elke schep die je dan doet, is het alsof er dus niks gebeurt. Echt, dan denk ik, jezus, wat voel ik me dom. Het is toch gewoon een gaatje graven? Oh, ik wil ze graag helpen. Nou, komt ervan. De avond zit erop. Ik ga naar huis. Wij gaan naar huis. Iedereen gaat naar huis. En morgen beginnen we fris aan een nieuwe dag. Viv en ik beginnen bij de stort. Deze bus die vol zit met de vloer, wordt morgenochtend vroeg afgevoerd naar de stort.